En de wedstrijd is begonnen. Dovo, DVS 33. Eigenlijk alleen nog maar DVS in de aanval geweest, maar nu neemt Dovo het over. Maar Stef Nijland op het verkeerde paasje. Dat is wel netjes geprobeerd hoor, van Stef Nijland. Lars van Wetering. Niet aflatende inzet. Dacht dat het buitenspel was, maar kennelijk niet. Guido van Dijk. Dat was zo'n moment. Komt weer een moment waarop DVS moet uit gaan kijken. Tegen de paal. Ja, dat is het grote gevaar van Lilinho Martens. Want dat is een heerlijke voetballer. En als die opkomt, dan kan het behoorlijk gevaarlijk zijn. Nogmaals, op het moment dat DVS aan het combineren is, doen ze daar zo lang over dat de Dovo-verdediging heel compact kan staan. En ja, eigenlijk daar weinig moeite mee heeft. Prachtige paas, Sam de Wit. Roland Baas. Roland Baas! Lars van Wetering. Roland Baas, Sam de Wit. Zet de bal daarvoor. Jammer, jammer. Goede poging, Frank Olijven. Heel goed, Jorik. Jorik Priem. Op snelheid. Op snelheid. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Oh, weer niet. Net niet. Zonde, 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 zonde. Nicky van Eelten. Owen Muller. Stef Nijland. Stef Nijland. Maar naar wie? Roland Baas. Baas. Nee. Nicky van Eelten. Baas boven Baas. Oh, 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 niet te geloven. Ook werkelijk centimeterwerk net naast de paal. Stef Nijland. Oh, kopbal ook weer net naast. Het is niet te filmen. Oh, hij komt helemaal verkeerd uit. Roland Baas. Het is toch niet te geloven. Nick de Bond. Die komt opzetten. En scoort hier gewoon de 1-0. Priem. Priem. Nu. Nicky van Hilton. Nee, Nicky. Ruimte. 3-2. Kijken of Dovo dat kan uitspelen. Wederom een kans. En hij zit erin. Ongelofelijk. Maar waar. Zeer bijzonder. 2-0. En de scheidsrechter fluit gelijk af. Zeer onverdiende overwinning van Dovo.